citeer, oude man droomde van de leeuwen. Ik treed naderbij om de kop beter te aanschouwen. De Xiphias Gladius, het enige nog levende lid van de familie Xiphiade, en daarmee ook het enige lid van het geslacht Xiphias. Mijn vingers streden langs het zwaard, ruw en stevig als hard rubber. Met mijn duim druk ik boven op het scherpe punt. Ik kijk recht in haar ogen. Maar hè, wat is dit? Dit oog, een kleine cirkelvormige schijf, blauw met een zwarte pupil in het midden, lijkt nog in leven. Oppervlakkig gezien oogt het oog als een knoop die aan een kopveer is genaaid, zonder wimpen, zonder wenkbrauwen, onbeschaamd open en naakt naar buiten toe gericht. Maar in dit oog schuilt een gloed, een onmiskenbare gloed. Een oog met een blik, een vonk van leven, en het kijkt mij aan, loerend alsof het iets zeggen wil. Een siddering vloeit langs mijn rug. Snel wend ik mijn gezicht af en loop naar achteren. Maar van een afstand zie ik hoe de dood zich weer als een sluier over de kop heeft neergelaten. Het oog is doof en levenloos geworden. Ik bedoelde dus dof. Ik ben toch niet gek geworden? De visboer tikt met het mes op de rug. De klant zegt, si, va bene. En het mes klieft door het witte stevige vlees. Een grote witte ronde plak ter grootte van een discus verdwijnt in een plastic tas. Deze vis is gewoon dood. Ik koop een plak van 3 euro en wandel naar mijn appartement. Thuis aangekomen giet ik koud geperste olijfolie in de koekenpan, spoel het witte vlees af met koud water, strooi er zout overheen en laat het vlees zachtjes aan beide zijden gaar sudderen. De moot is in de omtrek circa 4 centimeter kleiner dan het oppervlak van mijn koekenpan. En dat is jammer. Een dunne bloedroze vocht zijpelt eruit en mengt zich met de olie. Met een stuk warm brood, een snufje peper en nootmuskaat, pas op, niet te veel. 2 limoentjes eroverheen gepest en even later lik ik mijn vingers af. Maar, als ik voldaan boerend op bed ga liggen, gebeurt er iets. In de slaapwaaktoestand verschijnt plotseling het oog weer voor mijn gezicht, sprankelend en bewegend. Ik schiet overeind, ik kan niet meer slapen. Pas onder de douche lukt het me het beeld weg te drukken. Ik moet wat doen. In de namiddag neem ik een kijkje bij de vissershaven. De kotter komt binnen en het lossen begint. Iedere man heeft zijn werk. Haast onzichtbaar wisselen de een de ander van zijn plaats, het afbinden van de drijvers, het losmaken van de zijzings, het halen van het warrig zwart glinsterend fuik, het vieren van de netten in het ruim. Alles geschiet met een volmaakte eensgezindheid. Een samenspel dat voortreffelijker is dan het Napolitaanse elftal ten tijde van Maradona. Voor het eerst begrijp ik waarom Jezus zijn apostelen koos onder de vissersmannen. Ik loop door en dan zie ik daar de boot liggen. Dat vreemde kleine bootje met zijn boomlange mast en zijn ver vooruitstekende loopbrug. Het vaartuig dat speciaal is gemaakt om zwaardvissen te doden. Dat gaat zo. In de mast staan 3 mannen op de uitkijk. De andere vissers sluipen stilletjes over de loopbrug en dan wordt de harpoen afgeschoten. Ik wandel door het centrum en het oog achtervolgt mij. Als ik s'avonds naar de haven terugkeer en de kotters in rijen zie liggen, alsof ze zich in de snedige koude zeewind aan elkaar opwarmen. Is de zwaardvisboot weg. Ik wandel terug naar mijn appartement en dommel in slaap. Maar de slaap is oppervlakkig. Kort daarna schrik ik wakker als tegen de wand opnieuw dat vissenoog verschijnt. Een blauwachtig schijnsel. De oogleden klappen als 2 uit het niets ontstaande lippen dicht en verslinden het oog. Een ogenblik is het oog weg. Dan verschijnt het weer, koud en levend als op de markt. Met 1 ruk sla ik het deken van me af en loop naar de wand. Oog is verdwenen. De volgende ochtend na de espresso en de met Nutella pasta gevulde cornetto
loop ik rechtstreeks naar die visboer van gisteren. Ik zie dat vannacht opnieuw een zwaardvis is buitgemaakt. Een kolossaal beest dat korter, maar meer gedrongen is dan het beest van gisteren. Zeker 800 pond. Een zwaard zo lang als een honkbalknuppel en zo spits als een degen. Ik kom naderbij en wil de vis beter bekijken. Ik streel het zwaard, houd het vast en voel ineens iets magnetisch trekken aan mijn hand. Hemellief. En weer dat oog. Opnieuw die diepe warme gloed. Het kijkt me aan. Misschien 5 seconden. Misschien 10. Mijzelf schijnt het een eeuwigheid. Blijf ik staan als vastgevroren aan het plaveisel. Mijn hand omklemt nog steeds het zwaard. En ik kan niet loslaten. Wat zouden de mensen denken die mij zo zien staan? Met wild kloppend hart lukt het me tenslotte mijn hand los te drukken van het zwaard. En van de afstand kijk ik toe. Het oog is weer dof. Ik voel mijn hart pompen. De visboer snijdt noeste plakken. Steeds schuift het mes een stukje op. Steeds verdwijnt een stukje van de vis in een plastic tas. Ik wacht het moment af dat de boer is aangekomen bij het visdeel waarvan de dwarsdoorsnee ongeveer de omtrek bestrijdt van mijn koekenpan. En dan schiet ik naar voren en roep ik: Vorrei un pezzo di cinque euro. Gauw breng ik het stuk vlees naar mijn appartement en in de namiddag, als de markt zijn tenten en kramen afruimt, keer ik terug naar de visboer en stel hem aarzelende vraag: Signore, ik zou graag de kop van uw pezzo spada willen kopen. Hij kijkt me aan en lacht: Toerist, hè? Ha ha ha, hoeveel geef je voor? Noem maar een prijs. Een prachtkop, hè? Si, si. Als je hem goed uitdroogt en balsemt, heb je er jaren plezier van. Hang je hem soms op in je slaapkamer? Dat weet ik niet, maar wat vraagt u voor? Laat eens zien. Je ziet er niet zo rijk uit. Voor 50 mag die zo mee. Pardon? 50 euro voor een vissenkop? Oh, gaan we praatjes krijgen? Nee, maar signore, wees een beetje redelijk, per favore. Dit is niet zomaar een vissenkop, dat zie je toch wel. Per favore, signore. D'accordo, mio amico. 40 en geen lire minder. Ascolti, ik kan u 20 geven, maar meer heb ik niet. Scusi, signore. Anders zoek ik wel een andere pezzo vendolo. De fietsboer neemt me fronsend op en strijkt over zijn kin. Goed, amico. Ik weet het met je gemaakt. Omdat ik vandaag in de gulle bui ben, voor 30 mag je hem hebben. Oh, per favore, signore. 25 per favore. Mamma mia, jij bent geen toerist, jij bent een Napolitaan. Maledizione, kom hier met die 25 ducaten, basta. En in de keuken haal ik de kop voorzichtig uit de tas. Met de hals omgekeerd leg ik hem in de vensterbank. Het zwaard spietst omhoog en ik durf de deeg niet aan te raken. De kop glimt als een kristal in het late zonlicht. De lichte stralen breken prismatisch in de ogen. Als een uur later de schemer intreedt, beginnen de ogen te flikkeren als een kaars die uitdooft. Voorzichtig til ik de kop omhoog en breng hem naar de badkamer. Daar vul ik een emmer water en leg de kop erin en ik plaats de emmer in de badkamer. Tegen middernacht trek ik de deur achter mij dicht. Met mijn Samsonite koffer wandel ik naar de baai. De bleke maan schuift achter de langgerekte wolken. Her en der liggen vissersbootjes aangemeerd, zich opladend voor de slag in de komende nacht. Over de baai is een dikke mistbank heen gezakt. De waas doet sommige dingen groter schijnen en andere dingen wist hij uit. Zodat alle beelden iets onwerkelijks krijgen en je ogen niet kan vertrouwen. Een wind steekt op. De zee vrecht zich schuimend en rolt alsof hij bevolkt is met grote duivelse wezens die naar elkaar brullen. Ik loop op een bootje af, maak de touwen los en duw hem het water in. Met een roeispaan pendel ik de zee op. Als ik ver genoeg ben afgedreven, open ik de koffer en haal de kop eruit. Hij voelt zwaar aan. Als ik hem omhoog houd, geeft het maneschijnsel hem een feestelijke glans. Een oog flakkert op en kijkt mij ogenblikkelijk aan. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Eerder gelaten, lichtelijk opgewonden. En voorzichtig, heel voorzichtig, laat ik mijn kop in het water zakken en wacht dan een ogenblik en laat los.
Traag, zigzaggend, baant de kop zich een weg door het water en verdwijnt in de donkerte. Enkele meters verderop steekt de zwaard 4 omhoog en glimt als een zilveren sabel in maanlicht. Daarna zakt het langzaam omlaag en verdwijnt in de diepte. Een paar bellen stijgen omhoog. Ik roei terug naar de kust en ik wandel naar huis. Die nacht droom ik niet over paarden. Dat was hem. I finished. Oh, sorry. Scusi, I drink your tea. Bring your mother.